MRM hebben we hier samengesteld op LabMed. Het feit dat dat door een aantal mensen wordt overgenomen, het feit dat dat inslaat, dat is mooi. En zoals het een goede ingenieur betaamt, waakt Verstraeten erover dat zijn wetenschappelijk onderzoek van toepassing kan zijn in ons dagelijkse leven. Zo bracht het Lommelse bedrijf Crizal probiotische zeep op de markt. Een nieuw soort zeep die ontwikkeld werd op basis van kennis uit LabMed. Organisch vuil dat vastzit in een oppervlak kan als voedingsbron dienen voor micro-organismen, dus ook voor de slechte. Dat is vaak het probleem. En onze goede bacteriën die gaan ter plekke dat vuil, dat restvuil, gaan wegwerken, gaan consumeren. Dus je krijgt een veel betere, een soort van microscopisch diepe reiniging van je oppervlak. Op een vuil oppervlak vormen bacteriën een biofilm. Die bevat zowel nuttige als schadelijke bacteriën die door traditionele ontsmettingsmiddelen bijna allemaal gedood worden. Maar zo'n bacterievrij oppervlak trekt snel opnieuw bacteriën aan. Probiotische zeep bevat naast reinigingsproduct een combinatie van goede bacteriën. Die bedekken na zo'n probiotische poetsbeurt het gereinigde oppervlak quasi volledig. En dan is er geen plaats meer voor schadelijke bacteriën om zich te nestelen. De aanwezigheid van onze goede bacteriën op de oppervlakken zullen zeer sterk het risico doen dalen dat men problemen krijgt met bepaalde ziektekiemen of ongewenste micro-organismen. Als je veel ontsmettingen gaat doen, dan stimuleer je de resistentie van bacteriën. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de ziekenhuisbacterie, de MRSA, in de afgelopen decennia zo sterk is geworden. Nu, als we echt die ontsmetting gaan minimaliseren tot waar echt noodzakelijk en voorts de probiotische reiniging gaan toepassen, dan zit je echt met een heel duurzame hygiënestrategie. We werken met bacteriën in plaats van tegen bacteriën. Momenteel zitten wij in 34 landen en zijn we productie aan het opstarten in Zuid-Afrika, Brazilië, de Verenigde Staten en binnenkort ook Rusland. Voornamelijk in de Verenigde Staten is men heel sterk met onze producten bezig. Ons hoofdkantoor is in Florida gebaseerd. Amerikanen zijn een vrij impulsief en redelijk enthousiast volk. PIP is the only non-toxic cleaner that uses good probiotic bacteria. So an amazingly clean house and no bad bacteria. Does this look familiar? 3 PIP products are all you need to take care of your entire home for as little as 60 cents a week. We merken vaak dat eigenlijk in vele landen buiten België het onthaal van die probiotische reiniging soms veel vlotter verloopt en ook veel enthousiaster dan wat men hier in het vrij conservatieve medische landschap te horen krijgt. Kennis heeft geleid tot de ontwikkeling van een revolutionaire zeep die goede bacteriën bevat om de slechte te bestrijden. Vandaag wordt die zeep onder andere gebruikt in het ziekenhuis van Lokeren. Het belangrijkste in een ziekenhuis is eigenlijk dat we de plaatsen waar mensen frequent hun handen opleggen proper gaan houden. Dat gaat dan om klinken, beloproepen, bedsponden. Wanneer mensen die aanraken, kunnen ze hun handen gaan besmetten en kunnen we op die manier ziekten gaan doorgeven. Dat gebeurt onder meer via de pathogene bacteriën. Door alles proper te houden, kunnen wij vermijden dat mensen de ziekenhuisbacteriën gaan oplopen. En daar kunnen goede bacteriën bij helpen. Toen wij dan in de beginfase met het idee kwamen, kijk, we gaan hier een heleboel bacteriën in uw ziekenhuis gaan pompen, hè, via de reinigingsmiddelen. Dat was uiteraard even schrikken. Voor een ziekenhuishygiënist is dat absoluut niet evident. Wij worden opgeleid in filosofie van search and destroy. Als je alle bacteriën doodt, dan heb je zeker ook de slechte bacteriën mee. Dus om dan bacteriën te gaan aanbrengen in een ziekenhuis, dat is echt wel revolutionair. Hier zijn we dus in het afvallokaal waar alles begonnen is. Hier hebben de eerste testen plaatsgehad en de resultaten waren zo fenomenaal dat we dan verder uitgebreid zijn. En zo is dat eigenlijk stelselmatig beginnen groeien, heeft zich dat opgebouwd tot uiteindelijk, na bijna een jaar, het volledige ziekenhuis probiotisch werd gereinigd. Als we dan gaan vergelijken,
Dit is een staal genomen voor toepassing van de producten. En we gaan kijken na toepassing, dan zien we een duidelijk verschil. Dus het risico op de aanwezigheid van ongewenste kiemen is sterk verlaagd. Naar mijn aanvoelen wordt de ziekenhuisbacterie daar effectief mee bestreden. Als ik kijk naar het aantal besmettingen en infecties die ik heb in mijn ziekenhuis, zijn die spectaculair gedaald. Het is fantastisch dat zo'n idee in België gestart is en dat een Belgische wetenschapper eigenlijk al aan de grondslag ligt om zoiets revolutionair te ontwikkelen dat naar mijn aanvoelen zeker de wereld gaat veroveren.